Ja, ik ben dus Philippe Voets. Ik ben de ombudsman van de Raad voor de Journalistiek. Ik vond het een goed debat. De pers, de journalistiek, meer bepaald, zit in een moeilijke periode, in een crisisperiode zelfs. Journalisten moeten ook harder en vlugger werken. En dat leidt tot een aantal problemen, leidt ook tot fouten soms. Ik zou het om te beginnen al niet slecht vinden mocht elke krant een regeling vinden om goed met klachten om te gaan. Goh, ik noem het Media Observatorium. Ik denk wel dat er een tekort is aan wetenschappelijk onderzoek over wat de media nu eigenlijk brengen. Ik denk dat de universiteiten daar voor de eerste plaats in aanmerking voor komen. Het zou niet slecht zijn mocht daar een soort samenwerking ontstaan tussen de verschillende universiteiten. Het vrij onderzoek, universiteiten werken onafhankelijk. En het is ook niet aan de universiteiten om te gaan vertellen wat de media moeten schrijven. Maar de universiteiten of dat universitair onderzoek kan ons wel leren wat we eigenlijk aan het doen zijn als media en waar we misschien in tekort schieten of wat er beter kan. En dan is het aan de media om met de resultaten van dat onderzoek om te gaan. En er zijn een aantal voorstellen geformuleerd, zoals dat Media Observatorium of zoals een ombudsman in de redacties of al een klachtendienst, wat een eerste stap zou zijn. Maar ja, de media zijn vrij, dus het is nu aan de media om daar hun conclusies uit te trekken.